Kinderen van verschillende basisscholen in Hengelo hebben al een aantal judolessen via school gehad. Een initiatief van Hengelo Sport. Donderdag 20 april was het dan zover. De eindclinic. Samen met Jules Fransen als speciale gast. Nou, ik kom een clinic verzorgen namens schooljudo aan de kinderen in Hengelo. Ja, ze komen eigenlijk natuurlijk allemaal, zitten ze aan de rode rand en dan word ik voorgesteld. En dan heb ik natuurlijk medailles meegenomen. Dan kies ik altijd drie ongeveer uit die dan een speciaal moment krijgen. Die hang ik dan een medaille om die van mij heel belangrijk is. En ja, het is natuurlijk fantastisch om te zien, die glinsterende ogen. En dan gaan we eigenlijk drie kwartiertjes aan de slag. En op het laatst mogen ze ook nog eens met mij stoeien. Het is hartstikke mooi dat er zoveel kinderen zijn die ik in één kliniek kan aanpakken eigenlijk. Die ik kan begeleiden. En het is hartstikke mooi dat het één groot judofeest is geworden, ja. En misschien dat ze over een x aantal jaar ook wel gewoon terug op de Olympische Spelen. Net zoals jou misschien, want jij gaat ook naar Tokio. Dat is wel de bedoeling. Het kwalificatietraject begint natuurlijk pas in 2018. Maar dat is absoluut de doelstelling. En het zou natuurlijk mooi zijn als hier een kleine tussen zit die over pak en weg, nou ja, wat zal het zijn, 12, 16 jaar op de Olympische Spelen staan. Dus dat, dat zou natuurlijk grandioos zijn. Kan ik daarna mijn handtekening vragen als zij Olympisch kampioen zijn? De burgemeester heeft ook nog even een praatje gedaan. Hij was ook in judoka. Vind je het niet een beetje jammer dat je hem niet op de mat hebt kunnen gooien? Ja, nu je het zegt eigenlijk. Hij zei even snel tussen neus en lippen dat hij judoka was. Maar ja, goed, als hij zijn judopak mee had genomen, dan had ik graag een potje gedaan met de burgemeester. Ja. Dat was dan waarschijnlijk de eerste burgemeester die je om hebt gegooid. Dat is technisch gezien niet waar. Ik weet even niet welke burgemeester. Dat was niet de eerste burgemeester dan, maar wel de eerste burgemeester in Hengelo die ik om had gegooid. Ja.